Op het industrieterrein De Zwette worden binnenkort 21 bedrijven aangesloten op een nieuw glasvezelnetwerk. De bedrijven hebben daar gezamenlijk een aanvraag voor ingediend. Met de komst van het glasvezelnetwerk hopen de bedrijven sneller te werken en op die manier de strijd aan te kunnen gaan met de concurrentie. Dit is het boek Lieve Meisjes Heel Gewoon. Het gaat over de wereldberoemde Siamese tweeling die in 1953 in het Leeuwarden Diaconessenhuis van elkaar gescheiden werden. Het boek is geschreven door journalist Rick Kuiper. Het boek kwam al eerder uit, maar voor wie geïnteresseerd is in extra achtergrondinformatie, kan zondagmiddag 2 november om 2 uur in het Historisch Centrum Leeuwarden terecht om te komen luisteren naar de lezing van de auteur over Lieve Meisjes Heel Gewoon. Aan de Sielsterrak in Ritsemasiel wordt de walkant uitgebaggerd en wordt vervolgens een nieuwe stalen damwand geplaatst waarop uiteindelijk stenen worden gelegd ter versteviging. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, worden de woonboten één voor één verplaatst. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin november worden afgerond. Dit is Cor uit Leeuwarden. Hij lijdt aan de ziekte Body Integrity Identity Disorder, kortweg BIID. Dit is een ziekte waarbij een gezond lichaamsdeel overcompleet kan voelen. Dit is de dagreportage van de Evangelische Omroep, zendt vanavond een reportage uit waarin Cor aangeeft dat hij wil dat zijn gezonde rechterbeen geamputeerd wordt. Hij wil dat al 50 jaar geen rechterbeen meer hebben, omdat het volgens hem niet van zichzelf is. Vanavond kunt u de hele reportage zien om 9:15 op NPO 2. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen over het schietincident dat woensdagavond 17 september rond 8 uur plaatsvond aan de kei in de wijk Bilgaard. Hier, ter hoogte van de Zevenhoogflat, ontstaat dan een ruzie tussen 4 mannen, waarbij uiteindelijk één van de 4 een 5-tal schoten lost met een vuurwapen. Op bewakingsbeelden is daarna te zien hoe een man met een wapen in zijn hand wegloopt. Bij de politie zijn tot nu toe 8 tips binnengekomen en die worden onderzocht, maar meer tips zijn uiteraard welkom. Die tips kunt u doen via de opsporingstiplijn 0800 6070 of wanneer u anoniem wil blijven via Meld Misdaad Anoniem.